Chefsfriends.nl. Ja, ik zou wel een beetje nerveus moeten zijn, want 2017, ja, en niet alleen in Nederland, maar ik zie het ook bij collega's in het buitenland, Frankrijk, Duitsland. We hebben vorschade. Hoeveel, dat weten we pas zeg maar na een week, 14 dagen warm weer. De temperaturen boven de 50 graden in ieder geval. Dan kunnen we zien wat er zich herstelt. Maar wij krijgen vorschade. Maar achteraf weet je ook weer nooit of dat het goed heeft gedaan of niet goed heeft gedaan. Maar het aantal scheuten, dat zal minder worden. Dus we hoeven minder zeg maar in overvloed weg te halen. En misschien ook minder trossen weg te halen. Maar ik denk dat we qua opbrengst niet 2015 en 2016 zullen halen. Cabernet Blanc druif, dat is een late druif, die rijdt bij ons de laatste af. En ja, ik heb mijn eigen manier van werken daarmee en ik laat hem zeg maar ja, bijna tot rot helemaal komen. En er mag van mij zeg maar wat besjes in zitten die een beetje rotheid vertonen. En dat vind ik de mooiste smaak aan die druif eigenlijk. Dus ik laat hem heel lang hangen. En dan zeg maar in het winterseizoen, als er weinig ontwikkelen en er weinig gemaakt worden, dan kijken we van of er nog misschien een cuvée van gemaakt wordt. En nu dit keer hebben we gekozen van een Johanniter, dat is volgens mij 10-15% daarvan bij te doen eigenlijk, te cuveren. En dan krijg je ook weer die mooie balans zeg maar, dat er toch een bepaalde fruitigheid ook weer in komt vanwege de Johanniter. En dat, zo is ervoor gekozen. Te veel rot, dat kan echt de smaak beïnvloeden van dat die mufheid, een vies smaakje. Maar er zijn ook rottingsverschijnselen, zeg maar. De edele rotting, ja, die maakt een wijn alleen maar beter en mooier. En ik vind het bij de Cabernet Blanc druif, omdat het zeg maar een heel onregelmatige druif. En die hele kleine besjes, die zijn veelal iets eerder rijp. En die gaan iets eerder rotten eigenlijk, maar wij gaan die zeg maar niet zeg maar eruit halen, maar die gaan mee in het vergistingsproces en bij de bewerking. En die doen volgens mij juist het goede aan de wijn. Of het de voorgaande jaren overtreft, dat weet ik niet. We hadden 2009, 2015 met name, dat waren twee mooie jaren. En 16 tot nu ook, was het een gemakkelijk jaar. Makkelijk wijn maken en goed afgerijmd. Dus we hebben nog steeds, zeg maar, het moet nog gebotteld worden. We hebben wel het idee van, dat kon wel eens een heel mooi jaar worden, 2016. Dus we hebben er wel heel erg vertrouwen in. Maar je weet het nooit achteraf. Het kan ook wel zijn dat die wijn, omdat die zo rijp is en omdat het allemaal zo mooi is, dat die houdbaarheid misschien dan weer veel korter is. Maar het belooft wel wat. Chefsfriends.nl is een initiatief van R&R Media en Advies. Ga voor meer Chefsfriends naar www.chefsfriends.nl en volg ons ook op Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, Google+, YouTube en Foodspotting.